Hallo allemaal, hier zijn jullie dan weer bij mijn allerlaatste vlog van dit schooljaar. Eigenlijk best een heel raar jaar geweest. Ik heb even gekeken, maar we zijn bijna 4 maanden bezig geweest met corona. Dat we niet op school konden zitten, maar vanuit huis moesten werken en weer een beetje naar school. En dat betekent ook dat ik 4 maanden lang elke week een vlog heb gedaan. En ik vond het best heel leuk om te doen. Maar ik vind het ook wel fijn om weer eventjes een beetje bij te komen. En ik moet een paar dingen zeggen. Deze week hebben we de afsluiting. Er worden nog boeken naar school gebracht. Je krijgt je rapport thuis gestuurd. En heel belangrijk, ik heb hier de winnaars van het mondkapjesverhaal. Wies Jonkoen, die zit in groep 8 en komt volgend jaar bij ons op school. Zij heeft een hele mooie prijs gewonnen. Damien Hoek en Rick Eido. En er wordt van de week met jullie contact opgenomen welke prijs het nou precies is. En dan hebben jullie een prachtig shirt. Dat kan ik in ieder geval wel alvast vertellen. En voor nu, ja, de laatste dingen. Ik heb nog allemaal een beetje druk. Maar ik ben al een klein beetje met mijn hoofd bezig met de vakantie. En ik denk dat ik gewoon even van alles moet vullen in mijn koffer. En dan kunnen we pas echt lekker vakantie gaan vieren. Nou, fijne vakantie en tot volgend jaar. En eens even kijken wie er nog meer wat mee kan nemen. Ooh,
zeggen, hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar.